Kom op. Nou, de gameplay gaat al lekker, jongens. Oké, daar gaat hij al. Hi en welkom bij Realistic Car Driving. Oh, even. Als hij het doet tenminste. Oké, ja. Sorry dat het even zo lang duurde, maar ik heb een beetje problemen. Maar nu gaan we echt auto rijden. Perfect car, coming in. Oh, I'm Lori. Force it. Dance test. Het is hetzelfde als Car City Driving, maar dan voor op je mobiel. En Car City Driving kun je allemaal automerken uitkiezen. En deze auto's hebben niet, zijn een beetje merkloos. While driving, when you see in a terminal red road sign, you must reduce your speed and yell. Oh. Ah, dat is even jammer. Gaat het lekker, jongens? If someone is unresponsive and breathing, how do you know to keep the airway open? One on the side and on the back. We may move to the next question. I have to progress slow and increase my follow-up distance with the vehicle in front of me. Have to go as fast as possible because stones can spread around. I should not go from this road because a stone can hit my vehicle. Dit is gebaseerd op een theorietest. So, dit is een soort van theorietest. A two-headed arrow where one head pointing straight ahead and the other pointing to the left means that go may only turn right. You might either proceed straight ahead or merge left. You may only turn left. You may either proceed straight ahead or turn left. In het ijs. Nee, dat was het. Jammer. Om te leren auto rijden moet je natuurlijk eerst de verkeersregels kennen. When approaching on intersection to make a right turn, you must stay and make the turn close the record. Deze heb ik goed. Het is hetzelfde als That's the Question, maar dan met autoregels. A road closed for pedestrians. B. For pedestrians. No, I cannot go from here as the road is closed for traffic. Looks like it's going to snow. I must be prepared. Snowflakes are really beautiful, are they? There are black eyes in the road, and I shall be slow and be careful. Blizzard danger, have to be careful. There are black eyes in the road, and I shall be slow and be careful. Okay, general. Vehicles approaching a roundabout just be traffic in the roundabout. Signal search yellow lines are used as left edge lines on the private highways. A two-lane road where traffic moves in opposite directions. You must pass on the left only when a broke yellow line is in your line. Drive, yell to the pedestrians and mark intersections. Pedestrians using a guide dog or carrying a white cane have the absolute right of the way. If you approach an intersection with steady yellow lights, you must slow down and proceed with caution if you cannot stop safely. If someone is following you too closely, you must slow down and encourage the driver to pass. If a driver extends his or left arm out horizontally, it indicates that the driver is going to make a left turn. Okay.
use less is a prohibited driver must do 3 points to turn around on a narrow street. Do not follow other vehicles that is passing a car in front of you. On two roadway with a center line, drivers from each direction can make left turns. Wacht even jongens, ik heb een probleem. Wacht even. Zo, waar is het weg? Sorry voor dit hoor. Only two day roadway with a center line drive from each direction can make left turns or U-turns from the center line. Only two lane highways are you followed to pass when there is dashed yellow line on your side of the center dividing line. Flashing yellow lights on a school bus require other drivers to slow the vehicles and prepare to stop. Do not pass more than one vehicle at a time. Avoid passing on the right users can do it safely. At all times, driver must yell at the right way with the pedestrians as a marked or unmarked crosswalk. You must obey signals given by a law enforcement officer. If the officer's signal contracts the traffic signals, vehicles entering or crossing a roadway from a private driver must yell to all oncoming vehicles. Dit zijn eigenlijk de auto's van je te kiezen. Het is niet echt auto rijden, het is meer de verkeersregels leren. En echt, het spijt me echt van al deze berichtjes. Maar ik had niet in de gaten dat ik bericht zou worden. Oh. Nou, dat is het 120.000. 950, 800. Ja. Dat is echt best wel een mooie auto. Kijk. Het lijkt een beetje op een speciaal. Ja, veel van die spels zal er niet echt te zijn, want je kan niet echt de auto rijden ofzo. Dus je kan zeggen play. Time mode. Oh, je kan wel spelen. Hard mode. Time mode. Special car. Ja. Er is niet echt veel. Je moet video's kijken zeg maar, om auto's te verdienen, dus ik kan niet echt laten zien hoe je auto moet rijden. Nee. Oké. Dus dan. Het spijt me heel erg. Ik dacht dat ik in dit spel kon leren auto rijden, maar blijkbaar verpest het op een klein beetje. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik wil je alleen even het spel laten zien. En het is niet echt dat ik erop verheugd heb dat het spel zeg maar echt realistische autorijden bevatte. Het was meer, ja, je moet filmpjes kijken om auto's zeg maar vrij te spelen. Dus het spijt me echt als er geen realistische autorijden in zat. Maar ik beloof je dat de volgende. Ik kijk eerst in het volgende spel of er wel echt realistische autorijden zit. Want het. We kunnen nog wel even kijken. Venom Tech, Garage, Play. Starter Pack, Hard Mode, Hardcore Mode. Free Ride, kan je pas. Nou, dan moet ik de soft. Oké.
Dus het is niet echt autorijden, het is meer dat je het echt auto hebt, is theorie. En dan, je moet hier geld verdienen natuurlijk om auto's te verdienen. In ieder geval bedankt voor je geduld en sorry voor deze hele korte video. Alleen er is iets anders wat ik je zou kunnen laten zien. Je hebt een urn, watch urn, garage, venom pack, store en play. En voor de rest is er niet echt veel van een spot te beleven. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en tell us.